Maar dat is die Christopher Marta. En dan zijn tegenstander vechten vanuit de rode hoek van team schrijver Ibrahim Selak. Dus je geeft een applaus, Ibrahim Selak. Einde van de eerste ronde. Come on.
einde van deze partij. U ziet ook dat de chef de ringarts direct aanwezig is om te kijken of het allemaal nog in de hand is. En dan heb ik het natuurlijk op medisch vlak. Dit waren twee heren en het zijn amateurs. De partijen zijn afgesloten over twee ronden van 3 minuten. Daarbij mag er op de grond niet gestoten worden richting het hoofd. Ook niet getrapt worden richting het hoofd. Staande daarentegen mag wel alles richting het hoofd. Zo ook de knie die zojuist is gemaakt. Zal ik nu nog gaan zijn, we hebben een winnaar. En die winnaar die komt uit de rode hoek, Ibrahim Zelak. En natuurlijk ook even een sportief applaus voor zijn tegenstander, Christopher Marta.